La tempesta. Ik ben prikkelbaar en moe. En de combinatie hiervan met de lokkende rust van het aankomende weekend maakt dat ik me ontvankelijk voel voor het leven om me heen. Mijn voeten volgen in een automatisme mijn loopje van atelier naar huis. Zonder kunst in mijn kop, een vreemde leegte. Vandaag is de lucht zwaar en benauwend warm en vol met alle geuren van de avondmaaltijden die bereid worden in de huizen waar ik langsloop. Vermengd met de zware zoete geur verspreid door de snoepfabriek aan de rand van de stad. Het brommertje dat voorbij knettert gooit benzinedamp in het geurpalet. En ik ruik zelfs mijn eigen zweet dat vandaag geen kant op kan. Thuisgekomen gooit Jaap de tuindeuren open en ons door hoge beschutte kleine plekje aarde ruikt zoals het achter een berghuis kan ruiken dat naast een donkere kale rots is gebouwd en waar altijd de vochtige geur van mist en groenige varens blijft hangen. Dan komt ineens de zon even door. We zetten de tuinstoelen in het oplichtende plekje en op het houten Heinekenkratje staan een vochtig aangeslagen glaasje witte wijn waarin twee ijsblokjes tinkelen en een fris biertje voor Jaap. Hij steekt de barbecue aan, waarbij de roetwolken eigenlijk alleen maar neerslaan en schichtig het huis inslierten. Maar als het vuurtje echt brandt, lijkt het toch of we in Frankrijk zitten. Het gras is ongetemd hoog en weelderig, vol gele paardenbloemen die oplichten in deze drukkende atmosfeer. Onder de duistere, grijsgroene takken van de conifeer doen twee dotten signaalrood van geraniums in een pot de plek opleven. De frivole margrieten steken hun witte blaadjes zo ver mogelijk omhoog, alsof ze flirten met de laagscherende gierzwaluwen. Jaap legt de aluminiumpakketjes met forellen op het vuur, terwijl enkele dikke spetters op zijn schouders vallen en ik dek de tafel met het groene kleed en kleurrijke schalen waarin lof met geraspte kaas, krieltjes en gekruide groentes. Langzaam wordt het donker buiten. De zwaluwen veranderen in vleermuisjes. De maan waarvan gezegd was dat hij vanavond heel dichtbij moet staan, is groots in de afwezigheid. We sluiten de tuindeuren tijdens een knetterende onweersbui, maar om ze niet te pletten moeten we eerst de naaktslakken van de stijlen afpeuteren. Aan de muur in onze huiskamer hangt een reproductie van La Tempesta, het onweer, geschilderd door de Venetiaanse schilder Giorgione, zo rond 1507. Hier is het onweer ook net losgebarst in de duistere wolk in de verte en de zon die langzaam door het slechte weer weggedrukt wordt, legt nog net haar laatste stralen op het stadje aan de rivier, waardoor de huizen zich in een geheimzinnig, maar veelbelovend licht baren. De boom links wordt al gegrepen door een windvlaag die de bladeren wild uiteen doet zwiepen. Op de voorgrond, naast de ruïnes aan de andere kant van het riviertje, kijkt een herder wat onbestemd voor zich uit. Een ontklede, weelderige jonge vrouw geeft haar kind onverstoord de borst. Het is altijd als een mysterieus werk gezien, waarvan de betekenis verborgen blijft in de verf. Maar ik voel de geladen atmosfeer van de tegengestelde krachten in het leven, verbonden door het bruggetje midden in het beeld. Dit geeft een verstilling in jezelf, waardoor je ontvankelijk wordt voor wat het leven bij je aandient.